I did not. I repeat, I did not sleep with that young intern. As a matter of fact, I was up all night! Hallo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Dutch Generation X. Vandaag ga ik het weer hebben over WCW. Ik ga het nou hebben over het jaar 1990. Het was een bijzonder jaar, het had zijn ups en downs. Ted Turner had in 1989 WCW al echt overgenomen, zeg maar, overgekocht. En nu kom je echt langzaam in die periode waar Turner steeds vaker en steeds meer met de WF wilt competen. En of het gelukt is met wat ze in 1990 hebben geprobeerd te doen, is maar de vraag. Het 1990 is toch wel best wel veel veranderd van de jaren 80. Vooral nieuwere talents. Four Horsemen was al weg. Steamboat was weer weg. Stereo Funk was weer weg. Allemaal wat tegen Ric Flair gingen. Je had nieuwere talents. Je had Cactus Jack. Je had de Steiner Brothers. Tag Team Doom. Undertaker, die was toen als Mean Mark Callis. Sid had je. Je had Dan Spivey. Allemaal van die gasten die een beetje hun debuut maakten of hun eerste pay-per-view in WCW hadden. Ja, en daar ga ik zo'n beetje over hebben. Zeg maar de gimmicks, de nieuwe talents, de ups en downs, goede punten, slechte punten van het jaar en gewoon een beetje even door de pay-per-view zijn. Ik ga niet echt heel specifiek elke match door, zeg maar, of het goed of slecht was. Ik noem maar een paar alleen de goede matches, zeg maar, en wat ik van de pay-per-view vond. En ja, ik ga beginnen met de Clash of the Champions, de allereerste van dit jaar. Dat is de 10e in het geheel, Texas Shootout, dat was in januari. Het was niet zo heel goed. Je had wel allemaal mensen die kwamen voor het eerst weer, zoals Cactus Jack, ging tegen Mil Mascaris. Skyscrapers tegen de Road Warriors was wel een leuke match. Steiner Brothers tegen Doom was ook een goede tag team match. En main event was een 6-man steel cage match. Met de Four Horsemen tegen een aantal mensen die ik niet kende. Dus dat was een beetje raar om te zien. The Great Muta was ook nog. Maar dat was niet zo'n heel goede match. Ik vond het niet zo leuk. Dus ik ga gewoon verder met de Wrestle War. En dit was wel een interessante pay-per-view. Want het had weer in de main event Ric Flair tegen Lex Luger. En ik had in de vorige filmpje uitgelegd dat ik deze matches echt geweldig vond. Het was op deze PBV ook. En dat ik echt graag wilde zien dat Luger de title van Flair afpakte. En dat was toen niet gebeurd. En dat is hier ook niet gebeurd. Ja, de reden waarom het niet gebeurde, zeg maar, qua storyline van de match, dat was iets met de hulpjes van Flair, Anderson en zo. Die hadden Sting te gazen genomen. Terwijl Luger Flair in een torture rack had. En hij liet dan Flair los en ging Sting helpen, waardoor hij dus gecounterd werd. Ja, dat was dan een beetje zo'n kut finish, maar het match was echt geweldig, dat wel dus. Verder nog had je nog in de undercard had je nog de Rock'n'Roll Express tegen de Midnight Express in een tag team match. En dat was ook fenomenaal. Een van de beste tag team matches die je kunt hebben in WCW. Vooral door de twee van de meest getalenteerde tag teams wat WCW toen kon hebben. Ja, je had hier ook nog een rematch van vorige pay-per-view. Dat was dit keer een Chicago Street Fight tussen de Road Warriors en de Skyscrapers. De Skyscrapers zijn trouwens Mean Mark Callis en Dan Spivey. Dus Undertaker en in WWF is het dan Waylon Mercy. Maar dit keer was het niet zo'n goede match, maar ja, het was wel gewoon leuk. Dan ga ik verder met de volgende pay-per-view. Dat is Capital Combat. Return of RoboCop. Ah, RoboCop. Ja, dat was laat het houden op niet echt spectaculair. RoboCop was een hulpje van Sting. Ging Sting helpen in deze pay-per-view. En dat was in de main event, was weer een
match tussen Ric Flair en Lex Luger. Dit keer een steel cage match voor de world title. En ja, het einde was weer ook zo'n bullshit met Barry Windham. Die ging dan opeens ging cage omhoog uit het niets en Barry Windham ging erin en zorgde voor een DQ. DQ in een steel cage match, ja, bullshit weer. Maar het is gewoon, Flair wilde gewoon niet de title droppen aan Lex Luger. Verder had je nog weer een tag team match met Midnight Express. Dit keer tegen Flying Brian en de Z-Man voor de tag titles. Dat was ook wel een heel goede match. Dus waard om te kijken. Het enige wat ik zou vermijden is de hair versus hair match van Paul Ellering tegen Theodore Long. Dat zijn eigenlijk de managers van Road Warriors en Doom. Nee, gewoon niet. Dat was echt verschrikkelijk. Ja, en verder had je nog Doom zelf. Die wonnen de tag titles van de Steiner Brothers. En het was ook weer een goede match. Alleen, ik ben niet zo'n heel grote fan van Doom als tag team. Ja, het sprak me niet zo aan. En ja, het hele gedoe eromheen dat ze onherkenbaar zijn in de masker. Terwijl ze echt... Het zijn de enige twee negers op die roster waarschijnlijk. Op een paar uitzonderingen na. En ja... Rara, wie zijn het? Met grote lichamen en ooggaten zeg maar in de masker. Dus je kon gewoon zien, hun ogen zien, hun mond zien, hun lippen en zo, hun neus. Dus het was niet zo. Ja, iedereen wist het eigenlijk, maar ze gingen gewoon mee door. Ja, ik vond het niet zo'n heel leuke tag team, ook in de ring. Ik spreek het niet zo aan. Butch Reed, ja, ik vond het niet leuk in WF en hier ook niet. Ron Simmons is toch wel leuk, vond ik in APA en zo. En in The Nation, maar als tag team in WCW, valt tegen. Ja, dus in principe niet zo'n heel slechte pay-per-view, dus best wel kijkbaar. Alleen, ja, heeft ze mindere momenten, zoals die Hair vs. Hair match en RoboCop. Ja. Dan gaan we naar de volgende show, dat was Clash of the Champions nummer 11. Gewoon een goede show in het geheel. Niet zoveel slechte matches. Aantal goede matches op de kaart. Dus het is gewoon, ja, je kunt er gewoon naar kijken. Dus niet zo slechte show. Main event was Junkyard Dog tegen Ric Flair voor de World Heavyweight Title. En ja, natuurlijk Flair retained. Maar ja, Junkyard Dog was niet echt een active competitor. Het was gewoon voor, ja... één of twee shows en toen was hij weer weg. Dus het was niet zo dat Junkyard Dog zou winnen. Ja. Verder had je nog een heel goede tag team match tussen Doom en Steiner Brothers. Dus zoals ik zei, geen leuke tag team, maar ze hebben wel gewoon goede matches tegen de Steiners vooral. En dat gaat wel nog het hele jaar door. Dus ook leuk om te zien is Mean Mark Callis, dus The Undertaker, in een singles match tegen Flying Brian. Dus het is best wel interessant om hoe Taker, zeg maar, was voordat hij in WWE kwam. In een andere gimmick en zo. Dus wil je het zien, dan kun je op deze Clash of the Champions zien. Ja, en dan gaan we verder met een pay-per-view weer. The Great American Bash 1990. En dit was echt een goede pay-per-view. Het had een aantal filler matches, maar uiteindelijk het deed wat het moest doen. En ja, je had gewoon een geweldige... Geweldig. Een van de beste tag team matches die je ooit kunt hebben. En dat was Midnight Express tegen de Southern Boys. En dat zijn Steve Armstrong en Tracy Smothers. En ja, het was gewoon fenomenaal. Het is echt een aanrader om deze match te zien. Wil je het vergelijken met tag team matches toen en tag team matches nu. Het is echt fenomenaal. Verder had je weer een leuke tag team match met de Steiner Brothers tegen de Fabulous Freebirds. Ja, Freebirds had ik ook nog niet. Freebirds, die kwamen ook weer terug, zeg maar. Michael Hayes dan. Want de originele Freebirds waren met Terry Gordy en nog iemand anders. En hier was hij met Jimmy Garvin. En Jimmy Garvin was ook in de jaren 80 al bezig. Dus het was best grappig om dan een andere versie van de Fabulous Freebirds te zien. En dat was best entertaining. Ze wonnen ook vaak, hadden wel eens goede matches, soms slechte matches. Maar ja, in principe ben ik wel fan van de Freebirds. Dus het was wel leuk om ze echt gewoon elke pay-per-view gewoon
op de kaart te zien. Verder had Undertaker weer een Mean Mark Callers weer een singles match. Dit keer tegen Lex Luger voor de United States title. Lex Luger was United States champion. Die ging heel lang een tijd door nou. Dat is echt een van de langste reigns die de United States title ooit heeft gehad. Dus het is ook weer interessant om te zien hoe Lex Luger dus uiteindelijk een paar keer verloor van Flair. En dan United States Championship won en waarschijnlijk de langste reign. Volgens mij echt de langste reign. Dus ja, dat is echt wel leuk. Main event. Ric Flair tegen Sting. Dus weer Flair tegen een jongere gozer. En hier was ik echt wel een beetje zat met Flair eigenlijk. En ik was zo blij toen Sting de title van afpakte. Want ja, alle respect tegen Flair, maar tot deze match toe, hoe alles eindigde met Luger en al die andere mensen, dat hij steeds maar bleef retainen met interference en DQ en countout. En dan wint Sting hem gewoon hier. Ja, epic moment. En ja, het maakte Sting gewoon de top guy, de top babyface. En dat gaat zo dan door de volgende komende jaren. En dit is dan wel weer het einde van wat goed was aan 1990. Vanaf hier tot het einde van het jaar heb je een storyline angle met Sting die gestalkt of achterna gezeten wordt door een Black Scorpion gozer. En oh mijn god, dit was echt een van de meest slechte storylines die ik ooit heb gezien. En ik kan alles, bijna alles wel waarderen, maar dit was echt zo verschrikkelijk. En ja, het was gewoon niet om aan te zien. Ja, het gaat dan door met The Clash of the Champions, wat hierna komt. En dat was gelijk de main event. Sting die de title defend tegen Black Scorpion. Ja, en het was ook niet zo'n heel goede match. Het was, ja, ook weer, matches waren slecht. Ja, storyline was slecht. Het maakte Sting niet beter. Het maakte uiteindelijk degene die Black Scorpion was ook niet beter. Ja, het was, ja, ik weet niet wie erop kwam, maar het was gewoon verschrikkelijk. En het is echt gewoon, dit heeft echt gewoon 1990 gewoon gekild eigenlijk. En waarom ik dus eigenlijk geen goed jaar vond. Verder was op Clash of Champions Fall Brawl ook maar één goede match. En dat was Luger tegen Ric Flair voor de United States title. Weer Flair tegen Luger, dit keer de United States title, dus Luger retainde. Ja, en de rest was gewoon niet om aan te zien. Het waren allemaal matige matches, slechte matches. Dus ja, ik zou deze show eigenlijk gewoon skippen. Wil je iets goeds zien eigenlijk. Dus ja, alleen Flair tegen Luger. En dat was het dan. Dan gaan we verder met Halloween Havoc 1990. Niet zo'n heel slechte pay-per-view. Was wel decent eigenlijk. Tag team match. In de eerste opening tag team match was wel goed. Allemaal leuke undercut matches. Steiner Brothers tegen de Nasty Boys was ook een goede match. Doom tegen Arn Anderson en Ric Flair was ook een goede match voor de tag titles. Lex Luger defended de title tegen Stan Hansen en hij verloor. Dus dat was best wel leuk om te zien. Vooral Stan Hansen, dat was wel een leuke gimmick hier. Dus een beetje zo'n goofy gozer. Wel de tough guy in de ring, maar dan backstage of zo of in interviews. Echt zo'n hele freaky gozer. Overal schelden en schreeuwen en onder kabaal maken. Dat was wel leuk. Een beetje zo'n smerige gozer. Ja, de main event was wel een van mijn meest leuke main event die je op paper kan hebben. Het was niet een heel goede match, maar Sting tegen Sid Vicious. En ik ben best wel een grote Sid Vicious fan en ook wel een Sting fan eigenlijk rond deze tijd. Dus het was wel leuk om die twee tegen elkaar te zien. Ja, het was niet zo'n hele goede match, ook niet heel lang. Maar ja, gewoon uiteindelijk was er een moment dat Sid eigenlijk de title won. Maar ja, uiteindelijk werd de decision reversed of zo. Maar het was echt omdat dat ene, ja, dat was het halve minuut of zo. 1 minuut, waardoor
Maar het bleek dat Sid won. En ik was helemaal... Wat? Dat kan niet. Ja, geweldig. Het was wel leuk om te zien. Maar het was verder... Ja, verder gewoon een decent pay-per-view dat wel. Ja, en dan gaan we dus verder weer met de laatste Clash of the Champions van het jaar. Het bouwt op naar Starrcade. Want het had een aantal... Starrcade was iets met een tag team tournament. En hier had je, zag je al een paar tag teams... was uit verschillende landen, allemaal verschillende tag teams. Die gingen tegen elkaar in een tournament. En hier zag je al Zuid-Afrikaans en Botswana? Afrikaans? Ja, allemaal... Ja. Maakt niet uit. Twee verschillende landen uit Afrika gingen tegen elkaar. Dat was wel interessant, maar het was echt een slechte match. Heel, heel slechte match. Ja, verder, Flying Brian tegen Buddy Landel was een goede match. Ja, het was niet zo'n hele leuke Clash of the Champions eigenlijk. Allemaal matige matches, slechte matches. En eentje stak er echt uit. En dat was Sid Vicious tegen de Night Stalker. En de Night Stalker is Brian Clark, bekend als Adam Bomb in WWF. En The Chronic in WCW later, in 2000, 2001. Ja, dus ja, geen... Ik zou de match niet kijken. Dat was echt verschrikkelijk. En gebeurde eigenlijk niks. Ja, een beetje elkaar duwen, slaan en zo. En dan was er een of andere bump. En dat was het dan. Dus echt, nou, gewoon niet kijken. Dat was, ja, niet te doen. Main event was Ric Flair tegen Butch Reed. Dat was een beetje de storyline waar Doom ging tegen dan een beetje de Four Horsemen gegozers. Dat was wel... hadden wel goede matches. En dat was ook wel een goede match. Maar in het geheel zou ik deze Clash of Champions eigenlijk gewoon skippen. Ja, geen, nee. Een van de slechtste shows die ik ooit heb gezien. Verder had je nog op Halloween Havoc, had je nog iets met Sting weer. En dus Black Scorpion allemaal, ja. Ging hij iemand uit de crowd halen en liet hem verdwijnen en zo. Allemaal een beetje magische trucjes en om een beetje Sting, beetje mindgames te spelen met Sting. Ja, het was allemaal verschrikkelijk. Het was niet echt leuk. En ja, ik sla het gewoon liever over eigenlijk. Om weer 1990 of iets van WCW zien, sla dit over. Dat is echt gewoon niet te doen. Ja, en dan gaan we verder met het laatste pay-per-view van het jaar. Starrcade 1990. En dit heeft een tag team tournament. In ere van Pat O'Connor, die was overleden. En ja, allemaal verschillende tag teams uit verschillende landen. Japan, Zuid-Afrika, andere landen uit Afrika, ik weet niet meer welke dat was. Australië, ja, Verenigde Staten, alles. Overal komen tag teams. Mexico en zo. Ja, dat was niet een hele leuke tournament eigenlijk. Allemaal slechte, matige matches. Alleen de main event was wel, ja, de finale was dan wel leuk. Verder had je niet zo leuke tag teams, ja. Verder had je hier nog de rematch tussen Lex Luger en Stan Hansen. Het was een bullrope match voor de United States title. Goede match gewoon, van genoten. Tag team match ook tussen Doom en de Four Horsemen. De Aaron Anderson en Barry Windham, street fight. Hele goede match. Ja, de tag team finale uiteindelijk was dan Steiner Brothers die versloegen de Japanse tag team. En ja, het was gewoon een goede match. En hun wonnen de tournament. Kregen een grote trofee en zo. Dus ja, allemaal leuk en aardig. Maar het tournament zelf was gewoon niet bijzonders. En dan de main event. Steel Cage match. Special referee was Dick the Bruiser. NWA World Heavyweight title. Sting defense tegen de Black Scorpion. En ja, je kon het al zien aankomen eigenlijk wie het was. Ja, ik vooral ging echt opletten naar de houding, de manier van lopen, manier van wrestlen, de stem. Echt opletten wie het kon zijn. Maar ja, ik wist al gelijk wie het was, maar toch gewoon of hij iets liet merken van wie hij was. Ja, en je kon het vooral zien, de manier van wrestlen, manier van... hij probeerde wel zijn moves, niet de traditional moves te doen, die de persoon was. Ja, ik hoorde een paar keer zijn stem, zeg maar, als hij schreeuwde of zo.
En ja, gewoon de manier van lopen kon je al eigenlijk zien. Uiteindelijk was het Ric Flair. Ric Flair zat er de hele tijd achter en dat was, ja, dat was... Ja, uiteindelijk, ja, nee. Nee, gewoon niet. Dat is echt gewoon, nee. Het was aan het bloeden, dus je zag ook nog allemaal bloed toen hij onmasked was. Dat was ook allemaal, ja, raar om te zien eigenlijk. En, ja, nee, de hele storyline vond ik verschrikkelijk en hoe het eindigde ook. Sting retained wel de title, maar dit was echt. Nee, dit was. Nee. Zoals, ik heb het vaak genoeg gezegd, maar nee, gewoon niet. Sla dit over, dit is verschrikkelijk. Dit is een van de slechtste storylines die ik heb gezien. En dat is echt wel iets, betekent iets. Want ik kan wel van alles waarderen, maar dit is. Nee. Ja, hopelijk heb ik wel een duidelijk beeld van het 1990 laten horen, zeg maar. Je moet het natuurlijk zelf ook kunnen zien. Wil je echt een duidelijke jezelf een mening van hebben? Ja, ik heb een paar matches opgenoemd die je wel terug moet kijken. Sowieso Flair tegen Luger, Flair tegen Sting, Midnight Express tegen Rock'n'Roll Express, dat soort matches. Doom tegen de Steiner Brothers, dat is allemaal wel leuk. Ja, wat je moet vermijden, weet je, dat heb ik ook al opgenoemd. En ja, het jaar zelf, ja, dat is gewoon. Ja, je merkt dat toch. Het gaat toch meer richting de gimmicks, wat WWF ook doet. Dus het is niet een alternatief van WWF. Dus je hebt eigenlijk gewoon een beetje twee ongeveer dezelfde companies, die een beetje dezelfde achtige. Ja, gimmicks, storylines, slechte storylines. Ja. Gimmicks zoals Norman Gozer, dat was ja, een beetje zo'n mentaal gestoord gozer die doet alsof hij nog een kind is, zeg maar. Een beetje een vroege versie van Eugene, maar dan een WCW en dan ja. De Master Blasters, dat was. Daar zat Kevin Nash bij, was zijn debuut. Was echt ook een kut match eigenlijk. En ja, ik had ze maar één keer gezien en hierna kwam hij in 1991 weer met een andere gimmick. Dat was ook verschrikkelijk. Ja, het jaar was toch wel bergafwaarts van 1989, wat wel een succes was. En dit was geen succes. Totaal niet. RoboCop, Black Scorpion, Sting was een best wel een mediocre champion eigenlijk. Tenminste, hoe hij geboekt werd. Geen entertaining jaar, maar had wel zijn momenten, dus. En 1991, ja, ja, doe ik wel een volgende filmpje van. Het is ook niet heel bijzonder veel beter, dus verwacht weer een ja, negatieve review eigenlijk van het jaar. Tot nu toe is het einde van mijn filmpje. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. Sorry dat het een beetje misschien te lang duurde. Of een beetje te saai, maar ja, het is gewoon geen interessant jaar. Maar ja, dit is dan gewoon het einde van het filmpje. Dus ik bedank jullie voor het kijken en tot ziens.